What's good, Kel fam? Ja hoor, dames en heren. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als de papi die de meest idiote opdrachten ooit uitvoert in gekke werk. Heb je het al gezien? Zo niet, kijk maar even gezellig mee. Holy shit, ouwe. De zon schijnt! Ja, zeker. Het is gaande. We zitten in gekkenwerk season, man. Het voelt fucking lekker. Het is episch. Het is mijn leven, papies, deze dagen. Het is mijn life. Kijk, laat me je één ding vertellen, ouwe. Ik bedoel, het is belangrijk in het leven dat je dingen niet veel te serieus neemt. Maar vandaag is het tijd voor iets serieus. Ja, ik weet dat jullie niet vaak deze kant van mij zien. De kant waarin ik, nou ja, toch wat serieuzer in de wedstrijd zit. De kant waarin ik... toch wat serieuzer in de wedstrijd zit. Ja, ik zeg het even twee keer, zodat je weet wat ik bedoel. Ik zit daar serieus in! Namelijk, er is iets gaande op het internet en daar moet ik het toch even met jullie over hebben. Namelijk, mijn kapsel, zonder dat er wat in zit. Dit kan echt niet. Dit is niet te accepteren. Jongens, nou, dit ziet er best wel vet uit eigenlijk. In ieder geval, er is de laatste tijd iets gaande op het internet wat mij is opgevallen. En dat wilde ik jullie even vertellen. Ik heb online gezocht of iemand dit al had geëxposed. Of online gezocht of mensen het hierover hebben gehad. En ik merkte dat dat niet zo was. Ik ga vandaag degene zijn die dit maar gewoon de wereld inbrengt. Ik ga vandaag degene zijn die ervoor zorgt dat we allemaal onze hersentjes gaan aanzetten. En gaan nadenken, wat de f*** gebeurt hier? Laat me jullie even meenemen vandaag. Een gebeurtenis van de afgelopen dagen. Eigenlijk afgelopen weken. Waarin me iets is opgevallen waarvan ik denk... nou, dit zou nog wel eens een interessante situatie kunnen zijn. Jazeker, ik ga het jullie even vertellen. Je hebt het in de titel misschien al wel gezien, namelijk... De Blauwe Tong. En ik kan je mijn tong even laten zien. Nee! Mijn tong is niet blauw, maar er zijn dus mensen in Nederland, een paar influencers, die ik jullie vandaag eventjes ga laten zien, die rondwandelen met een blauwe tong. Of niet alleen een blauwe tong, maar ook met blauwe lippen, met blauwe shit. Alles is blauw. Een tijdje geleden zat ik op Instagram en kwam ik een post tegen van Rudimentair. Rudy plaatste dit filmpje. Wow, wow, wow. Wat is dit, joh? Check die lengte. Oh my god. Oh shit. The aliens are upon us. Oh shit. Oh shit. Uit erbij gezet, yo broeders, hebben jullie de blauwe lichten van vannacht ook gezien? En dan hoor ik je denken, Calvijntje, waarom heb je het hierover? Het is toch helemaal niet boeiend, het is toch helemaal niet echt interessant? Of zo, nou, wacht maar. Wacht maar op wat er te komen staat. Didi Shanna, ook wel bekend als de vriendin van Bram Krikke. Dat zijn we niet aardig om te zeggen, maar kijk even naar... Bram Krikke, hoe krijg je het voor elkaar? Wat een prachtige vrouw. Maar, laten we even teruggaan op de orde van de dag. Namelijk, op 2 april plaatste Didi deze foto. Met jawel. Blauwe lippen! Oké. En dan hoor ik je denken, yo, Calvin, waarom laat je me deze twee dingen nou zien? Nou, ik wil niet moeilijk doen. Ik wil niet die Inspector Gadget zijn. Maar ik ga je toch even laten zien wat me is opgevallen. Namelijk, kijk even naar... de locatie die getagd is in zowel het filmpje van Rudimentair als in de foto van Didi, namelijk Blauwe Meer. Oh! Blauwe Meer, verd***! Toen ik eventjes klikte op de tag Blauwe Meer, kwam ik een aantal dingen tegen. Waaronder Amaka. En Amaka zet leuke dingen op Instagram. Waaronder een vliegtuigvleugeltje. Het vasthouden van haar eigen arm. Een foto met een hondje. En, jawel dames en heren, het eten. Van een blueberry muffin! Blueberry muffin. Met als locatie het Blauwe Meer. En dan hoor ik je denken, Kelvin, je bent doorgedraaid. Je bent gek in je hoofd. Ik hoor je. Ik hoor wat je zegt. Maar we zijn nog niet klaar. Hier. Nee. Dief. Nee, wacht even. Nee. Ho, ho, ho. Dit vind ik bizar. Oké, laat hem je even uitleggen. Ik heb een beetje research gedaan voor deze video met alle Blauwe Meer dingen. Want er zijn heel veel foto's en filmpjes die mensen plaatsen op Instagram waarin het Blauwe Meer getagd wordt. En dan was er ook een foto van Lentemeisje. Die had ook een foto met een blauwe tong waarin het Blauwe Meer getagd was. Oké? En daar heb ik een screenshot van gemaakt. Dit was de foto van vanmiddag. 23 uur geleden heeft ze deze foto geplaatst. Dit heb ik vanmiddag gevonden. Het is... Ho, ho, ho. Lordje, dit zijn geen grap. Ik zie hier dezelfde foto staan zonder blauwe... Siri. Ik zie hier. Ik zie... Siri. Ik zie dezelfde... Dit. Ik vind dezelfde foto hier op haar Instagram 1 uur geleden geplaatst zonder blauwe tong.
De overheid is ons aan het censureren. Mocht je nou denken, Calvin, je draait door. Je wordt gek in je hasses. Nou, kijk maar even mee naar dit. We kennen allemaal natuurlijk onze grote vriend, Matenaaier, Kai van der Ree. Kai heeft 6 uur geleden een video geplaatst. I kid you not. Komt-ie. Ik krijg dus heel vaak de vraag, Kai, wat heb jij nou voor gekke katten? Welke ras is dit? Zien jullie wat ik bedoel of zien jullie wat ik bedoel? We gaan nog heel even terug hier. Ben ik gek in mijn hoofd of zie ik een blauwe tong? Ik word helemaal gek. Ik word loco. Koek, ja, ja, kapoi. Hey! Snap je wat ik bedoel? Als we even scrollen in de Instagram van Rudimentair, degene die het filmpje heeft geplaatst van het blauwe meer met het blauwe licht, zien we toch dat hij wel eens omgaat met een bepaalde YouTuber genaamd Game Meneer. Nou, we kennen hem allemaal. En dan zat ik laatst een video van Game Meneer te kijken en ik kon mijn ogen niet geloven. Ah! De laatste! Ah! Dus ik zie jou graag de volgende keer weer. Doei! Ah! Ik ben er heilig van overtuigd dat er meer is dan meets the eye. Snap je wat ik bedoel? Hè? Oké. Ik heb een aantal theorieën bedacht. En die theorieën wil ik vandaag met jullie delen. Ik weet dat ik normaal gesproken nooit van de conspiracy theories ben, maar deze wilde ik wel even pakken, omdat ik het idee heb dat niemand anders het er nog over heeft gehad. Als je googelt op Blauwe Meer, dan krijg je het Blauwe Meer in Dwingelo. Als je dan vervolgens je Street View poppetje pakt en je zet hem hier neer, dan glij je in de leegte. In de duisternis. Hier is niks. Hier gebeurt iets. Er gebeurt iets blijkbaar. Ik vertel het jullie. Ik denk dat er bij het Blauwe Meer geheime influencer bijeenkomsten zijn. Waarin er een tijdje lang offline wordt geleefd. Omdat we tegenwoordig allemaal loco worden in ons hoofd van wifi en internetsignalen en influencer lifestyle. Dat er een periode is per jaar waar influencers met stress, influencers met burn-outs naartoe gaan om even tot rust te komen. En zelfs Google Street View kan het niet bekijken. Maar ik ben nog niet klaar. Nee, zeker niet. We zijn nog maar net begonnen. Namelijk, naast het Blauwe Meer ligt de achterste plas. Ja? En 3 keer raden welke YouTuber laatst een blauwe tong had in een video. Jawel. Nienke Plas! God. Dit geloof... Nee! Wat er hier gebeurt is, dames en heren, het is ongekend. Kijk, er gebeurt iets online. Er gebeurt iets waar we iets mee moeten, voor mijn gevoel. Want dit is niet iets wat je zomaar over moet laten waaien. Hier moeten we met z'n allen wat van vinden. Ik denk dat het ook maar eens zo zou kunnen zijn dat er een tv-programma wordt gemaakt in of rondom het Blauwe Meer, waar een paar mensen, influencers, YouTubers, waar ze nu promotie voor aan het maken zijn, aan mee hebben gedaan. Een soort Temptation Island, maar dan in Nederland. Gewoon een meer waarin mensen elkaar moeten verleiden, waarin mensen met elkaar gaan tongen en zo. Waardoor, kijk, die blauwe tongen komen niet vanzelf, hè. Het is ongekend. Oh mijn god. Naast Temptation zou het ook een soort van Expeditie Robinson kunnen zijn. Dat mensen allemaal om te overleven water drinken uit het Blauwe Meer en daar een blauwe bakkers van krijgen. Ik ben fucking gek in mijn hoofd, ja. Hè? Hè? Nog iets wat me is opgevallen. Ja, we gaan maar door, dames en heren. Als je even uitzoomt, zie je dat het in de buurt ligt van Assen. En wat heb je in Assen? Inderdaad, de Blauwe Boogbrug. Ik leg hem alleen maar even bij jullie neer, ja? Doe ermee wat je wil. Maar niet alleen de Blauwe Brug heeft iets met Assen te maken. Want als je over verder zoekt, dan zie je dat ook in Assen de Blauwe As is geopend. Nee! Een andere theorie, jazeker. Het Blauwe Meer. Denk even aan die woorden, ja? Het Blauwe Meer. Een ander woord voor blauw is politie. Meer politie. En welke YouTuber zag ik nou eens een politiepak dragen in een video? Jawel! Nienke Plas! Nee! Ik geloof het niet! De ondergang is nabij. Volgens mij proberen alle mensen die iets te maken hebben met de blauwe tong ons te vertellen dat ze meer politie willen. Ons land moet strenger beveiligd worden. Wat ook zomaar zou kunnen is een allergie voor haren. Allergie voor haren. Didi, het vriendinnetje van Bram Krikken, moet elke keer met de lippen die snor van Bram uit de weg gaan. Blijf even bij me, blijf even bij me. Kai van der Ree, met zijn 2 katten, met zijn harige beesties, heeft een blauwe tong. Wie was er laatst in Nederland? De hype van dit moment, de wereldwijde superstar, Billie Eilish. Met Kai van der Ree. En 3 keer raden wat voor kleur haar Billie Eilish heeft. Blauwe haren! Blauw! Het Blauwe Meer, de blauwe tong, de blauwe is. Ik word helemaal low. Ik word er zelf bijna blauw van, joh. Ik heb nog 1 laatste theorie. Eigenlijk misschien wel de beste. De meest doordachte theorie die ik tot nu toe heb. Er moet een leider zijn van deze groepering. Denk even met me mee. Rudimentair. Daar begon het allemaal mee vandaag. Rudimentair staat op de foto met Harm. Harm heeft gevochten. En inderdaad, Harm heeft een blauw oog.
Ja! Tegen wie heeft hij gevochten? Nou, inderdaad, tegen die Tim. En drie keer raden wat voor kleur die Tim aan had. Blauw, motherfucker. Blauw. En dan zag ik Tim laatst zitten in de auto bij Andy van der Meijden. En drie keer raden, ze hebben allebei iets blauws aan. Oh ja, wat een verrassing. Maar we hebben het over bij Andy in de auto. Van Andy van der Meijden. En als we iets weten, is dat Andy van der Meijden de inspiratie was voor het liedje Lekker met de Meijden. En drie keer raden door wie het liedje Lekker met de Meijden is gemaakt. Merel. Meer. Oh. En pak er nou eens een willekeurige foto bij van Merel. Kijk er even goed naar. Zie wat voor kleur ze aan heeft. En zeg het even hardop, net als ik. Wat zien we hier? Een blauwe Merel. Merel is de captain. Merel is de aanzichter. Merel is de leader van de blauwe tong gang. Ik weet dat ik misschien een beetje doordraai. En ik weet dat ik nogal veel theorieën aan jullie heb voorgelegd. En de een is misschien realistischer dan de ander. Maar ik wil jullie iets vragen. Ik wil jullie vragen om elke blauwe tong sighting die jullie zien op Instagram of YouTube, om daar hashtag blauwe tong onder te zetten. Laten we elkaar ervan op de hoogte stellen wat er allemaal gebeurt in de blauwe tong wereld. Want er moet iets achter zitten. Wat het precies is, ik heb mijn theorieën met jullie gedeeld. Maar mocht je nou iets met blauwe tong tegenkomen, zet het eronder. Hashtag blauwe tong. En samen gaan we ervoor zorgen dat we er precies achter gaan komen wat het nou precies is. Ik ga nog even bij mezelf nadenken wat het nog meer allemaal zou kunnen zijn. Maar tot die tijd wil ik jullie vragen om te abonneren op mijn kanaal. Doe het sowieso, join de Kelfam, geef deze video een duimpje omhoog. Ik zie jullie sowieso snel weer met een nieuwe Gekke Week aflevering of met een normale video. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg. What's good? Blauwe tong. What is it?